Felicitaties en bloemen voor Harald Bergman. In augustus wordt de VVD'er burgemeester van Middelburg. De 46-jarige Bergman is nu nog burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard, waar hij met zijn vrouw en twee jonge kinderen woont. Maar de geboren Rotterdammer werd al snel getrokken door de nieuwe functie in Middelburg. Nou ja, ik denk het beeld wat je überhaupt als Middelburg al hebt. We waren natuurlijk sowieso wel eens eerder geweest, maar niet met het oog op. Gewoon als toerist, zeg ik even. En ja, toen kwam die plek opeens vrij. En dan ga je toch kijken van ja, pas je daar ook in, hè? Want kijk, het plaatje kan mooi zijn dat je denkt van maar mijn huis ga je ook al een tweede keer kijken en een derde keer nog eens voordat je ja zegt. Maar ook na een derde keer kijken bleven Bergman en zijn vrouw enthousiast over Middelburg. Nou, het historische, het is ook nog eens een provinciehoofdstad. Ja, het heeft alles wat je zou willen wensen voor een stad, heeft dat in zich. En bij een rondgang door de gemeente Middelburg mocht Arnhem-Muiden natuurlijk niet ontbreken. Arnhem-Muiden, ja, dat kennen, tenminste, wij kennen het alleen maar even van het liedje. Ja. Ik begreep gisteren dat ze daar niet zo op zitten te wachten. Dus ja, dan kom je wel binnen en dan denk je, ja, dat is toch een vissersdorp. En nou ja, naarmate je steeds verder erin rijdt, dan zie je toch wel heel veel verschillen in bouw, ja. Woning, uitstraling van ja, winkels. Ja, dat is natuurlijk redelijk beperkt. En ook zeg maar wat grootschaliger bouw. En ik denk, ja, dit is ook de kant van Middelburg. En hier wonen ook mensen. Ja. Daar ben je dus ook straks burgemeester van, hè? De burgemeester wil zo open mogelijk zijn over zijn persoon. Zo houdt hij samen met zijn vrouw een eigen website bij, waarin het werk, maar ook het gezinsleven aan bod komt. We beleven het ook als gezin. Het is niet zo van, als ik thuis kom, hup de deur dicht en de deur op slot. En, dan, kijk, de persoon burgemeester en de persoon Harald Bergman is eigenlijk wel één. Natuurlijk, als de persoon burgemeester heb je natuurlijk even ik zeg, wat meer gezag en op bepaalde dingen. Maar ik ben natuurlijk gewoon de persoon die ik blijf. En als ik zo dadelijk weer naar kantoor ga, ben ik nog steeds Harald Bergman. Bergman probeert nu zo snel mogelijk een woning te vinden in Middelburg, want ergens in augustus gaat hij al beginnen.